Wij beklimmen een vulkaan. Het is toch best wel zwaar. Het waait hier echt heel hard. We zwemmen dus nu tussen de vulkaan. Goedemorgen, het is dag 3 in Santorini. En dit is een busje zoals je kan zien. We rijden nu een heel stuk door Griekenland heen. En ja, door Santorini eigenlijk. En het busje brengt ons naar de haven. En in de haven staat op de bank. Krijg je de hele dag een tour over heel het eiland. En andere eilandjes langs de vulkaan. We zijn bij de haven en de golf staat erg hoog. Wat vind je daar ervan? Je bent een beetje bang, hè? Ik hoop het niet. Spugen. Spugen. Het is hier best wel druk. Dus ik hoop dat het allemaal op één boot past. Nou, we zijn van de boot af, want het was de eerste stop en we lopen nu op een vulkaan. Best wel stijl eigenlijk. Ik denk dat je hier kan zien. Ja, een vulkaan denk ik. Wij beklimmen een vulkaan. Het is toch best wel zwaar. Jamie vindt er niks aan. Een vulkaan. Nee, totaal niet. Maar de koetjes daar blijven zitten en het is echt best wel hoog. En het waait. Het waait hier echt heel hard! Het waait hier echt zo hard. Jullie kunnen maar waarschijnlijk niet. We zijn nu bij de tweede stop en het is water wat heel warm schijnt te zijn door de vulkaan. En dan gaan we er nu uitspringen. Oh, dit is zo zout! Godverdomme! Godverdomme, dit is heel zout! Het zit echt in mijn neus! We zwemmen dus nu tussen de vulkaan. Het is best wel warm alsof iemand hier heeft geplast. En er is soms is het een beetje ondiep, alleen dan is het heel glad of zo. Alleen liggen blijkbaar allemaal plastic zakjes en zeewier. Ik durf ook niet te staan. Het is heel zout water. En zout water in mijn neus, maar het is wel grappig. Het is extra zout ook echt. Ja. En heel warm, alsof iemand heeft geplast. Hoi! We zwemmen in de vulkaanwater. Rempje omhoog! Jezus, kan je dat alleen maar zeggen, papa? Het is heel erg heet. Heet? Het is gewoon warm. Warm is het. Het lijkt wel heel goed. Het is gewoon water in de bak, man. Jamie ligt lekker op de schoot en we zijn nu bij stop 3. Dat is een plaatsje. Ja, daar kun je wat van eten en dingen. Een eilandje zelfs. En zoals je kunt zien aan mijn haar, het water van net was super zout. Dat was wel heel leuk. Touw lijkt het wel. Lijkt wel touw inderdaad. Ik heb een gratis sea salt behandeling gehad. Hoef niet eens meer die spray te kopen. Maar het was wel heel erg grappig. Gratis. Want het was eerst koud water, toen weer warm, toen weer koud. En op het laatst helemaal koud. Dus ging terug zwemmen, was weer heel koud. Maar het was wel grappig. En nu kunnen we hopelijk ergens wat eten. Maar oh, dit. Zelfs je nagels zijn gekleurd. Ja, en nagels worden een beetje oranje. De lava is. Door de lava water.
Kijk, hier is dus een muurtje, daar hebben Jamie en ik even foto's gemaakt. Die zal je misschien wel zien op onze Instagram. Noem even onze Instagram, komt ook een beeld. J.A.I.M.G.I.I. en Mandy Katsbergen. Nou, kan je je ontvolgen als je, daar leuk, als je dat leuk vindt. Alleen, toen liet die poging dit afbreken. Toen wilde ik er weer in doen, maar toen moest ik zo erg denken aan de film Monster & Co. Ik vind het echt een leuke film. Oh, dan gaat het weer bijna kapot. Dus, oh ja, hoppa, mooi erbij. Niet? Nee, ja. Ouders zijn er nog even aan het zwemmen. Ik heb een vis gevangen, jongens. Wij hebben ons eerste ijsje deze vakantie. Ik heb zo'n Ben & Jerry koekjes ding. Dat is wel lekker. Ik heb Calippo Lemon. Nou, kijk, kijk, kijk. Dat is een ezel die, hoe noem je dat? Die aat? Balken, dat was het. Wij lopen nu helemaal echt duizenden traptreetjes op. En ik dacht, misschien zijn het rechte traptreetjes, die zo klein. Nee, ze zijn echt zo. Oh, dit is best wel zwaar. Oh, ik kom al ezel. Oh, super zielig dat mensen erop gaan zitten. Nou, ze zijn maar boven. En het stinkt. Oh, oh, oké. Okay. Hallo. Ik had stoppen, nou stoppen, nou stoppen, nou stoppen. Bevalling. Ja, jongens. We zijn boven en het is erg warm. Hopelijk kunnen we straks nog zwemmen als we hebben gegeten en anders hebben we ik ga gewoon gelijk het zwembad in. Ja, we moeten nog een heel eind lopen naar het huis. Maar de steile kant hebben we gehad. Het was echt heel stijl en zien wat het was. Ja, ik weet niet of ik het laat zien, maar het was erg stijl en gelukkig zijn we niet op de ezels gegaan, want het is echt zielig. Maar... Donkey Mottolin. Ja, Jamie is zo dom, hij zat zo'n puff niet heeft ingenomen. Dus nu hijgt ze. Hé, hey, wat vond jij ervan? Stijl. Ja, heftig hè? Mama, je onthaling. Ja. Vond je ervan? Hij is mijn medaille. Ja, dit is je medaille. Alsjeblieft. Ik heb het gered. Fijn. Zonder ezel. Ja. Echt een hele leuke dag. Leuke boottocht gehad. We hebben op een vulkaan geklommen. We hebben er tussen gezwommen. Helemaal geweldig. Was mooi uitzicht. Nog wel een klein beetje oranje nagels door dat lava spul in het water. Maar het was erg leuk. Ja, we hebben best wel laat geluncht. Dus we gaan nog zo meteen iets kleins eten. Niet zo heel erg bijzonder. Dus dat zal ik jullie allemaal nog meer laten zien. Het is hier wel altijd een hele mooie zonsondergang. Dus daar ga ik nog wel even een timelapse van laten zien. En morgen gaan we voor 3 dagen een auto huren. En dan gaan we allemaal kleine en bijzondere en speciale plekjes. Dus ja, kijk morgen zeker weer. En zou ik voor nu zeggen, bedankt voor het kijken. Vergeet geen blauw duimpje omhoog te doen, te abonneren, te reageren. En morgen weer te kijken. Doei doei! Nog veel plezier met de zonsondergang kijken.